Like deze video alleen als jij dit jaar al een video op mijn kanaal hebt bekeken. Ik ben benieuwd. Het is 2024 en dat betekent een nieuwe update en een natte onderbroek. Het is altijd zo leuk dat Broekheffen aan het einde van het jaar een update krijgt. Maar er zijn ook nieuwe geheimen. Als allereerste, als we tussen de voertuigen kijken, hebben we daar een haai. Maar dat is niet het enige. Want als wij namelijk een huis willen kiezen en we gaan alsmaar verder en verder, dan kun je natuurlijk in Lake Madison een huis nemen. Of hier op de berg, of hier bij de boerderij. Maar als je dan nog verder gaat, we kunnen een strandhuis, een Paradise Island huis en zelfs een heel eiland claimen. Dus als wij nu hier een hotel neerzetten, wow, moet je zien. De lift, dat is zo cool. Maar dan hebben wij dus gewoon een hotel op ons eigen eiland. Ik bedoel, daar is Brookhaven en hier is ons hotel. Wie kan de allerbeste naam voor dit hotel in de reacties bedenken? Onthoud, het is dus een hotel op een eiland. Maar wacht eens even, dat heb je normaal niet bij het hotel. Laten we kijken wat er gebeurt als we daar inlopen. Oké, we kunnen naar beneden. Oh my gosh. En dit is natuurlijk super handig, want onze gasten kunnen niet arriveren in een auto. Die hebben daar toch al gauw een jetski of een boot voor nodig. En die kunnen ze dan dus hier parkeren. En dan kunnen ze via de lift naar boven om zo ons hotel te betreden. Oh my gosh, we hebben een eerste gast. Deze gast probeert steeds weg te rennen. Dus ik heb de gast geband. Maar waar ik het meest benieuwd naar ben, dat is de haai hier. Moet je kijken. Ik gluur echt boven het water uit. Oké, de haai dus. We gaan het proberen. Oh my gosh. En wat dan? Kunnen we er... No way. We kunnen de haai besturen. Dat is zo gaaf. Besef hoe eng dit is voor mensen die niet van deze update afweten. Die zijn misschien wel aan het chillen in Lake Madison. En dan ineens... Maar daarover gesproken, dat privé-eiland ziet er zo gaaf uit. Zouden we de haai overal kunnen spannen? Zoals bijvoorbeeld in het zwembad... Ah, dat kan niet. Waarom heeft iemand daar vaarwel op het bord geschreven? Oké, dat is best wel eng. Want er zijn namelijk een hoop mensen die geloven dat Brookhaven in 2025 vergaat. Je hoort het goed. Dat het vanaf dan niet meer te spelen is. Gaat dit ons laatste jaar in Brookhaven zijn? Ik hoop het niet. Oké, we gaan proberen om hier ook de haai te spannen. Het kan niet. Ah, het kan dus alleen echt in de oceaan. Wacht eens even. Er is nog een haai? Wie zijn jullie? Geef al je Robux. Nee. Mag ik je haar eten? Ah, nee, serieus. Ga ik nu weer een heel jaar die vraag krijgen? Ik ben een grote fan. Dankjewel. Oh, nu wil ik ook een huisdier. Dat is trouwens wel een update waar heel veel mensen op wachten. Een echte huisdierenwinkel in Brookhaven. Bedenk een naam voor onze puppy. Maar wacht even. Oh, we hebben onze haai daar laten staan. Ik schrok gewoon. Ik dacht even dat het een echte haai was. Maar we hebben dus ook deze metalen versie. Oh, die is veel groter. Wacht, kunnen we daar ook in zitten? En wat als we die nou heel snel maken? Met ook nog eens een turbo erbij. Oh my gosh. Dit is de allersnelste haai ter wereld. En we draaien rondjes om ons eiland heen. Alsof we die willen beschermen. Dit is zo'n gave update. Maar stiekem had ik het ook wel leuk gevonden als er echt haaien werden toegevoegd. Oh, ik ben een vliegende haai. Oh nee. Maar nu ben ik super nieuwsgierig. Gelukkig nieuwjaar. Oh, dankjewel. Waar was ik ook alweer? Sorry, ik raak altijd afgeleid in Brookhaven. Maar nu ben ik super nieuwsgierig. Is er misschien ook een geheim verstopt hier bij het 2024 bord? Er waren namelijk mensen vorig jaar die vertelden dat je gratis premium kon krijgen door op een knop op het bord te drukken. Dus dat wil ik eigenlijk proberen. Ik ben gevallen. En mijn ladder staat er nog. En je hebt daar wel iets wat zeg maar licht geeft. Nou ja, we kunnen het proberen. Maar dan moet ik dus eerst hier een ladder neerzetten. Oké, ik ga erop drukken. Nee, geen gratis premium. Weet je wat ik vind? We moeten dit nog wat duidelijker zichtbaar maken. Dus we zetten nog een aantal extra lampen neer. Nu weet iedereen dat het 2024 is. Maar wat denken jullie? Zal Brookhaven echt vergaan over een jaar? Dan is dit misschien wel het laatste jaar dat we erin spelen. We hebben hier een grilhuis, een groenhuis, een bruinhuis... en een rood huis. Het lijkt wel alsof hier een of andere kleurenbattle gaande is. Over huizen gesproken. Het enige wat ik wel jammer vind, is dat ze in deze 2024 update geen nieuwe huizen hebben toegevoegd. Dat hebben ze vorig jaar namelijk wel gedaan. In de 2023 update. Ik heb de Robux. Dus als ik nu geband word, is het niet erg. Want ik kan ijsjes halen. Oké, we gaan naar buiten. En ik ben geband. Dat zat er zo aan te komen. Alleen vind ik dat mijn skin ook wel wat feestelijker mag. Dus we typen hier 2024. Oh, moet je kijken. Oké, ik wil sowieso deze. En dan wil ik ook nog deze. En dan wil ik de vuurwerk. Goed. En dan wil ik ook nog dit hebben. En dan wil ik goud haar. Nu weet iedereen dat het 2024 is. En oh ja, de kerstboom is natuurlijk verdwenen. Ik heb trouwens nog best wel wat video's gefilmd. In de tijd dat de kerstboom er nog wel stond. En die heb ik nog niet online gezet. Willen jullie dat ik die alsnog laat zien? Reageer dan ja. Oké, normaal gesproken, als je hier bovenaan sprong, dan teleporteerde je. Het ziet ernaar uit dat ze dat ook hebben weggehaald. Maar nu wil ik nog iets proberen. Als je een voertuig in Brookhaven spant, dan kan je normaal gesproken de kleur ervan aanpassen. Rood, blauw, groen. Maar kan dat ook met de haai? Oké, we zitten er nu in. En stel voor we willen hem rood maken.
Dat is zo gaaf. Oké, dat is echt heel cool. Wow, moet je dat zien. Sommige mensen hebben originele skins. En wat gebeurt hier nou weer? Waarom heeft iemand hier een vrachtwagen gespant? Oké, dat is eigenlijk iets wat ik zelf ook zou doen. Maar ik heb net even gekeken. En er is nog een theorie van hoe je gratis premium zou kunnen krijgen. Premium is trouwens dit hier. Als ik het wil kopen, staat er error. Je hebt dit al, want ja, ik heb het al. Maar er wordt gezegd dat als je door de 0 van 2024 een pijl schiet, dat je premium krijgt. Ik weet zeker dat dit onzin is, maar ik ben veel te nieuwsgierig voor deze wereld. Dus ik ga het alsnog proberen. Oké, daar gaan we. Ik heb hem gereed. Oh, ik heb hem er doorheen geschoten. Er gebeurt niks. Hé, er is daar iemand een huis aan het bouwen. Maar er is nog een geheim. En dat heeft te maken met dit kleinere eiland. Daar kun je ook een huis nemen. En als je daar dan dit huis neemt, dan wordt het eerst opgebouwd. Logisch. Ging het in het echt maar zo snel om een huis te bouwen? Ik vind mijn skin zo grappig. Maar in ieder geval, dan ga je naar binnen toe. En dan moet je, als het goed is, hier naar beneden. Dan ben je dus hier. Dan heb je een matras nodig die je hier neerzet. En als je daar dan ingaat, no way. Dan zit je letterlijk onder de map. En niet alleen dat. Je zit nu aan het gedeelte waar je dus normaal bijna niet kunt komen. Wacht, zal ik proberen om er bovenop te klimmen? Huh, kom maar op, nog een klein stukje. Let's go! En het grappige is, stel voor je wil op een plek wonen waar je echt niet gezien wordt, dan doe je dat dan gewoon lekker hier. En dan kun je daar chillen met al je kluizen gevuld met Robux. 2024 is nu al top. En terwijl je hieronder zit, kan je alsnog op de camera's kijken om te zien of er niemand in je huis zit. Wacht, zou ik hier ook iets van een auto kunnen spannen? Oh, dat kan! Oh, nee, nee! Ja, die was niet verzekerd. Maar wacht even. Kan ik hier ook een haai spannen? Oh nee, dat kan niet. Oké, wacht. Een raceauto dan. Let's go! Oh my gosh. Oh my gosh. En ik ben weg. Nog iets wat ik echt even moet checken. Er zijn veel mensen die mij vertelden dat de agency er niet meer is in 2024. Dat ze het hebben weggehaald. Laten we het checken. Eens zien. Ja, dat ziet er toch echt uit als de agency. Ik denk niet dat ze het hebben opgegeven. Of tenminste, misschien zijn ze er gewoon niet meer. Yes! Nou ja, of iemand heeft het hier gewoon neergelegd. Dat kan natuurlijk ook. En ik weet nog steeds niet wat het betekent als je deze dingen omhaalt. Maar nu ben ik wel benieuwd. Zijn er inderdaad bepaalde geheimen weggehaald? Want als Brookhaven in 2025 echt zou vergaan, dan moet er gedurende dit jaar al een en ander komen te verwijderen. Alle winkels die zijn er gewoon nog. Ik zie daar een roze huis. Ik wil er naartoe. Het ziekenhuis is er nog. En het geheim achter de X-ray. Nou ja, zoals het er nu uitziet. De blauwe knop. Ja, die is er ook nog. Maar wacht, nu ben ik wel benieuwd. Stel voor, ik ga dan op deze stoel zitten en ik druk daar op de blauwe knop. Ja, dan ben je weer in Lake Madison. Dus alles is er gewoon nog. Er zijn ook geen nieuwe dingen bijgekomen die je kan kopen. Dit heb ik allemaal al. Als ik een update zou mogen bepalen, 1 dag in het jaar is premium gratis voor iedereen. Waarom zie ik daar een wiel rollen? Dat ziet er niet goed uit. Van wie is dit wiel, iemand? Ah, wacht. Ik denk dat ik al weet van wie het wiel is. Ja, op zich hoeft deze speler zich niet zoveel zorgen te maken. Hij kan namelijk gemakkelijk een nieuwe auto kopen als hij gewoon op deze knop drukt, hier naar boven gaat, de Robux-machine aanzet. En kijk, dan heeft hij gelijk genoeg voor een nieuwe auto. Maar ja, niet iedereen kent dit geheim. Er zitten ook gewoon nog 2 spelers in de auto en ze lachen. Die hebben echt een goed begin van het jaar. Maar weet je wat? Ik ben in een goede bui vandaag. Dus ik span hier een gloednieuwe auto. Hij zit niet op slot en ik loop weg. Jullie mogen hem hebben. Ik vind het serieus echt heel jammer dat ze geen nieuw huis hebben toegevoegd. Best wel een gemiste kans. Ik bedoel, je kan nu een privé-eiland kiezen. Maar wat heb je daaraan als je niet een of ander vakantiehuis kunt kiezen? Dat zou er zo goed bij hebben gepast. Abonneer voor meer en adios.